Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag alweer aflevering nummer 11 van Pokémon Let's Go Pikachu. In de vorige aflevering, wat voor mij nou letterlijk 1 minuut geleden was toen ik die opnam, het laatste stukje dan, hebben we natuurlijk de Dinners verslagen, de SSN, of eigenlijk de Secret Techniek Chop Down geleerd. En nu kunnen we inderdaad afscheid nemen van de SSN. Goodbye SSN. En kunnen wij, de gymleader verslaan van deze stad. Jeetje mina, er staat hier trouwens ook een nieuwe persoon. Oh, well shoot. Ik begin nu een beetje dat Mexicaans accent van over te nemen op iedereen. Jij komt me bekend voor. I was so caught up sketching the ocean view. Here that I guess I missed my ship. That's awful. What are you going to do? Denk die maar. I guess I'll stay here for a while in that case. I really like the color of the sea in Kanto anyway. Dat is, ik ken de naam even niet meer, maar dat is de laatste island trail van Pokémon Ultra Sun and Moon en ook Pokémon Sun and Moon. Mina, was dat het? How about it, Kantonian trainer? Want to try battle my fairy type Pokémon? Ja. Hehe, then here I go. You're going to learn how great a fairy-type Pokémon can be. Zou zij ook alleen maar generatie 8 Pokémon hebben nu? En zo ja, zijn die dan echt een ongelooflijk hoge level? Het zijn er maar 2 gelukkig, dus dat scheelt. Oh, dat valt mee. Een Jigglypuff. Nou, dat moet wel goed komen. Dat moet wel goed komen. Als we een Jigglypuff niet kunnen verslaan, ook al hebben we geen super effectieve aanvallen trouwens. 21, nou, dat valt ook wel mee. Dat moet wel lukken. Maar goed. Ah, oh, Bubble. Doet ze... Die kan ik Bubble niet meer gebruiken. Jammer, want dat was net zo'n lekkere move die aardig wat schade deed. Maar goed, dan gaan we maar gewoon voor Tailwhips. Ik heb een andere strategie gevonden. We doen niet veel schade, dus gaan we maar zorgen dat we veel schade doen. Oftewel door... jeetje mina, wat is dit? Een vervelend beest. Tjonge. Eerst zorgt hij ervoor dat ik de move niet kan gebruiken en daarna doet hij me gewoon in slaap lullen. Ongelooflijk. Wat is de volgende set van deze... Oké, gelukkig een aanval die mist. Dus dat scheelt. Wij zijn nog steeds in slaap. Double slap. Nou, valt mee. En ook nog maar 2 times. Dus het valt mee. Ik wil in ieder geval 2 keer een Tail Whip doen voordat ik Tackle ga gebruiken. Want dat vind ik wel een mooie hoeveelheid. Anders zit je alleen maar... Ja. Als je 5 keer Tailwhips gaat doen, dan is hij toch in 1 keer dood. En als zodra die Pokémon dood is, dan heeft het ook geen nummer. Maar goed, 2 keer Tailwhip dus. Lijkt me een mooie hoeveelheid. Kost niet te veel tijd, maar kan je wel meteen een hoop schade extra doen. En dat is mooi, want ja, ik wil Tailwhip nog niet meer gebruiken. Dus dan kunnen we lekker overgaan naar Tackle. En dat is deze. En dan doet hopelijk dan meer schade. Doordat die Tailwhip... Oh, dat valt dus ook nogal mee. Maar doordat die Tailwhip dus... We hebben gedaan... En trouwens, ik zie nu eindelijk dat Sin een keer miste. En nu raakt hij alsnog. Maar ook dat is een 55% accurate move. En die heeft nu alweer 2 van de 3 keer geraakt. Dus oftewel, zijn accuracy staat nu op... Nou, dit is het 67%, 66%. Het is weer echt ongelooflijk. En ook die doet nu aardig wat schade. Moet echt niet veel meer gaan worden. Want ik vind het jammer als War Turtle deze battle niet kan winnen. Kan hij in principe niet veel aan doen, want hij heeft de grootste gedeelte van de tijd heeft hij in slaap gelegen. En ja, dit risico ga ik niet nemen. Dan gaan we naar het Charmeleon. Het is prima zo, maar die Wigglytuff of de Jigglypuff is echt ongelooflijk vervelend. Echt waar, dat is echt bizar. Echt bizar. Ja, daar was ik ook bang voor. Dan zou je net zien inderdaad, hè, dan wil je proberen nog even wakker te worden. En dan krijgt hij inderdaad een 5-dubbele hit. Dus ja, dat hadden we de volgende keer niet kunnen weten, maar... Het is een beetje... Het is een vervelende Jigglypuff. Godzimmerkie zeg. Eindelijk is hij weg. Ik kan zo meteen weer een Pokémon gaan helen. Ik ben blij dat mijn Pokémon überhaupt heb geheeld voordat ik deze battle deed. En Mr. Mime. Dat is niet echt een... Even kijken hoor. Dat kunnen we daar het beste tegen doen. Een reflect. Oh jongens. Nee. Pikachu, ik heb je nodig, want dit gaat veel te lang duren. Het zijn echt vervelende Pokémon, fairy type Pokémon. Ze zijn best wel verdedigend.
Omdat er zo weinig types. Lastige types. Ja, het zijn lastige types die dan effectief tegen. Jeetje, Mina, ook dat doet superveel schade. Thunderbolt. We gaan over Thunderbolt, want Sippy-Zapp. Nou, had ook misschien nog een punt. Maar Thunderbolt is zeker niet verkeerd. En dan doet hij weer die Psywave. Ik vind het maar een gevaarlijke. Echt een gevaarlijk ding, die miste mij. Jongen. Ja, trouwens, inderdaad, de types die effectief zijn tegen Fairy zijn alleen Poison en Staal. En dat zijn dan niet echt types die je ten eerste vaak tegenkomt. Ten tweede, ook zijn het ook niet echt aanvallende types, zeg maar. We gaan nu voor de Zippy-Zapp. Dat laatste stukje moet dat wel, ja, perfect. Oké, mooi. Nou, gelukkig niet al te veel schade opgelopen. We hebben in ieder geval onze Pokémon heel, of leven, heel, leven kunnen houden. Waardoor ze in ieder geval XP erbij krijgen, wat natuurlijk belangrijk is, omdat ze nog getraind moeten worden. I'm shocked at your strength. You got a bottle cap. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Oh, wonderful. You and your Pokémon battling side by side. Now that's a great composition. I'd love to draw a picture of you two. En dan draait hij zich om. I can't go back to Alola until I defeat you. Ha, just kidding. But let's battle again sometime. Interessant, want dat betekent misschien wel dat we meer van dat soort mensen zien uit Pokémon Ultra Sun en Moon of Pokémon Sun en Moon. Dus dat is wel gaaf. Dat je ook zeg maar ja, een beetje interactie hebt tussen de games. Want voordat we verder gaan, uiteraard eerst even onze Pokémon helen. Dus ik zie jullie zo meteen. En dan zijn we weer fris en fruitig. Hoop ik in ieder geval om onze volgende challenge te gaan uitdagen. Yo, champ in the making. Beyond this point is the Vermilion City Gym. But you need to chop down that tree first. But I think you and Pikachu will have no trouble slicing through. Come on, give it a shot. Nou, ik ben benieuwd hoe we dat gaan moeten doen. It seems this tree can be chopped down. Do you want to use the secret technique chop down? Jazeker. Hoppa. Kijk eens aan. En chop down trietjes weg. Good work. You chop down that troublesome tree and opened a way to the gym. And that means you can challenge the gym now. I'll be waiting for you there. Nou, mooi zo. Dat is precies waarom we zijn gekomen natuurlijk. Het zal waarschijnlijk niet gaan gebeuren door War Turtle. En ik denk dat ik die over gewoon even ga wisselen. Want anders dan komen we alleen maar in de problemen. Maar wat is het? Wat ziet het er toch weer prachtig uit. Laten we eerlijk zijn. Echt geweldig. Echt hartstikke gaaf. En wat heeft hij nog? Is dat iets dat is nieuws? Dat als er een sterretje boven het hoofd komt, dat het dan opeens aandacht van ons wil ofzo? Maar goed. Trouwens, die bottle cap, dat is trouwens wel handig voor als je IV's wilt trainen. Een bottle cap zorgt ervoor, een gold bottle cap zorgt ervoor dat je alle IV's van een Pokémon ja, kan maximaliseren. En een bottle cap zorgt alleen voor dat je dat voor één IV kan doen. Oftewel alleen voor special attack, alleen voor defense, etc. Dus hartstikke handig voor later als je Pokémon met goede IV wil maken. I've been waiting for you, champ in the making. Lieutenant Surge here is the gym leader in this city. He's an expert on electric-type Pokémon and a real tough guy. Flying and water-type Pokémon don't do well against matched up against electric-types. You also want to watch out your Pokémon so don't get stuck paralyzed. And here's my last tip. Lieutenant Surge is the cautious type. He's put barriers between himself and the rest of this room, so it won't be easy getting to him. Nou, opvallend dat er dan één blauw is en eentje rood, dus dat trekt natuurlijk al een beetje aandacht. This is no place for kids. Not even if you're good at Pokémon. Lekker welkom is dat, zeg. Van joh, ook al ben je goed in Pokémon of niet, je bent hier niet welkom. Apart, maar oké. Kijk, dat is nou eens een leuke matchup. Want dat is, ondanks dat we geen super effectieve moves hebben tegen elektriciteit Pokémon. Want die hebben alleen maar één zwarte, dat is grond. En dat hebben we niet. Dit is een elektriciteit en staal Pokémon die we dan wel weer een super effectieve move kunnen geven. Helaas overleeft hij het. Dat is dan trouwens wel weer jammer. En ik heb ook geen level restrictie gezien voor deze gym. Daar heeft die gozer het niet over gehad waar we mee net hebben gepraat. Dus dat is ook wel interessant te zien. Misschien dat je dat alleen voor de eerste twee gyms nodig had. Wow, surprise me. Ja. Let me give you a hint for the double barriers. After you push the first switch, you need to push the second switch right after. The two switches are adjacent to each other. Als ik zou weten wat dat woord betekent, had ik zo denk ik de oplossing gehad, maar dat weet ik niet. I'm a lightweight, but I'm good with electricity. That's why I joined this gym. Nou, lijkt me een goede keuze, denk ik. Walker Bailey.
Een Voltorb. Maar is dat de eerste keer dat we een Voltorb zien? Dus dat is ook wel leuk. Maar goed, Voltorb tegen Charmeleon. Kunnen wij de overwinning in de wacht slepen? Want ik verwacht dat hij eigenlijk nog een Voltorb heeft. Oh, Lightscreen, dat is dan weer jammer. Zoals ik waarschijnlijk ook al in eerdere video's aangeven. Reflect zorgt ervoor dat fysieke moves minder schade doen. En Lightscreen is dat dus voor special moves. En Ember is een special move. Maar ik wil ook weer geen fysieke move gaan gebruiken. Want ik denk dat deze Voltorb... Nou, dat is misschien niet waar. Je kan ook Soundproof hebben. Volgens mij kan Voltorb ook Static krijgen. Dus als je een Voltorb met een fysieke move raakt, zoals Scratch. Dan kan het zijn dat je paralyzed wordt. Dus ik hoop nu eigenlijk gewoon op het feit dat die Voltorb Soundproof heeft als ability en niet al Static. Tot nu toe nog niet. En om het risico te vermijden, jeetje Mina. Ja, die zag ik niet aankomen. Jonge, Self-Destruct. Dat is inderdaad ook wel echt het typisch een critical hit ook nog eens. Jonge. En dat doet hij dan precies ook op het laatst. God, zie Mickey zeggen. Nee, doe maar niet. ik ga wel gewoon een Pikachu gebruiken. Want Dinners... Ja, Ivysaur kan ook niet echt heel veel schade doen tegen een Voltorb, denk ik. Dus Pieter, ja, het is toch echt... Het blijft gewoon hartstikke leuk om de Dinners winnen ze die vliegen, echt waar. Maar ik ga gewoon voor de Zipzap. Ik denk dat wel de beste keuze is eigenlijk. Want Voltorb heeft iets betere special defense dan een physical defense. Doet alsnog niet al te veel schade, maar het is in ieder geval een 2-hit KO. Dus dat is altijd wel, dat vind ik altijd wel netjes. Kijk eens aan. Voltorb down. Dan moeten we denk ik toch weer even terug naar de gym. Naar de Pokémon Center om onze Pokémon te helen. Fright. Ik denk dat hij ons heeft gefried met die zelfdistort. Oké, okay, I'll talk. I heard there isn't a switch in any trash cans next to the red trash can. Oké, okay, dus dat betekent dat in deze en die daarboven, maar ik werd al gesnapt door een trainer wat niet de bedoeling was, geen switchje zitten. When I was in the army, Lieutenant Church was my strict co. He was a hard taskmaster. Wat betekent dat ook weer? Coordinator? Contundent? Ik weet niet precies waar dat voor staat. Co. Kan ik me niet herinneren. Een Pikachu. Het is gelukkig in ieder geval geen Voltorb, want die je kan zelf destruct leren. Maar Pikachu is misschien nog wel een stukje sterker dan een Voltorb, dus ik ga wel even wisselen. Laten we ook maar gewoon Pikachu doen. Pikachu tegen Pikachu. Kijken wie de sterkste is. Ja, dan wordt wel lachen. Pita. Quick Attack. Nou, valt mee qua schade. Wij gaan denk ik voor de Thunderbolt, onze sterkste move. Dus dan hopen we dat die het meeste schade doet. Ja, nou. Een 2-hit KO. Dus dat is niet verkeerd. Helemaal top. Pikachu is down. Wij hebben weer wat XP gekregen. Stop! You're very good. Are you having trouble reaching Lieutenant Church? Why don't you check a trash can next to the blue trash can? Okay, dat is interessant. Ze zeggen dus eigenlijk van joh, in de prullenbakken naast de blauwe zit een switch en naast de rode niet. Dus interessant. Maar goed, ik ga even mijn Pokémon weer helen. Ik zie jullie zometeen. En daar zijn we weer. En waar zal de Switch zich bevinden? Dat is nu eigenlijk de grote vraag voor vandaag. Nope, there's only trash here. Hey, there's a Switch under the trash. Let's push it. Dat is één. The first electric barrier was deactivated. Oké, dan zat er geen Switch naast de prullenbakker van die. Dus dan zou die of in deze kunnen zitten... Only trash, oké. Okay. Het is altijd lastig. Het is maar gewoon pure gok hoor. Even kijken hoor. Dit is een switch, oké. Okay. We hebben er eentje gevonden. En dan denk ik dat die meestal... Kijk, we hebben nu eentje hier gevonden en eentje daar zo.
Is er nog iets van logica achter? Ik ga gewoon proberen. Nee, ook niet. Oké, nou. Dan gaan we maar gewoon random denk ik dingen doen. Want ik zie er eigenlijk geen logica in als ik heel eerlijk ben. Er zit altijd eentje aan de blauwe kant. Zoals deze. Zeggen ze misschien... Wacht even. Waar we die switch nou gevonden van mij? Oké. Nou, mooi zo. Dat was meer toeval, want ik wist niet meer welke ik nou als eerste had aangeklikt. Maar allebei de switches zijn weg. En dat betekent dat we de gym leader kunnen bereiken. Maar eerst even opslaan natuurlijk. Dat is natuurlijk wel belangrijk. 8 uur gespeeld dat trouwens. Is ook wel leuk om te zien. Ik denk dat je ongeveer 40 uur moet rekenen om dit spel uit te spelen. Maar goed, met welke Pokémon gaan we leiden? Dat zal niet onze War Turtle worden, want dan moet ik weer een switch doen en dat is niet handig. Dus ja, Charmeleon, prima. Lieutenant Church, kom maar op met je gevecht. Ten Hut, welcome to the Vermilion City Gym. Will you look at that a pin-sized challenger? Hahaha, you've got big and brushy nerves to take me on with your puny power. A Pokémon battle is war. I'll show you, civilian. I'll shock you into surrender. Het is wel echt een angstaanjagende gymleader eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dat is een van de meest een van de meest serieuze gymleaders, laat ik het daarop houden. Angstaanjagend is natuurlijk een beetje overdreven. Maar het is altijd wel een interessante... En hiervoor moeten we oppassen dat die weer niet gaat exploderen. Dus misschien dat het handig is om Smokescreen te gebruiken. Vind ik geen gek idee. Misschien dat die ons dan mist. Als ik Protect had, zou ik dat gebruiken. Maar dat hebben we niet. Dus laten we het maar even op deze manier doen. We gaan gewoon zijn accuracy verlagen. Oftewel, de kans dat hij dan een move raakt, wordt kleiner. Jeetje, Mina moet hij niet zijn eerste Thunderbolt raken, want dat is ook niet echt handig. Even kijken hoor. Hoe is dit te verslaan? Gaan we nog een risico wagen dat hij weer Thunderbolt gaat doen? Want dat heb ik liever niet. Dan bewaar ik liever even mijn Charmeleon voor... Mocht hij nog een Magneton hebben of zo. Dit is wel lastig trouwens, want we hebben nu al aardig wat... Hij heeft ook Swift, die kan niet missen. Dat is dan wel jammer. Even kijken. Lead Sheet. Want dan zijn we in ieder geval gegarandeerd dat we wat HP terugkrijgen. Dus dat is ook wel fijn natuurlijk. En dan wordt het denk ik wel een... Ja, een langzame... Ik ben niet sneller, dus het heb ik genut. Dan wordt het wel een langzame gevecht, denk ik dit. Maar ja, ook zo moet je af en toe gevechten spelen en winnen. Ik denk dat als ik nog een dinges doe, een Vywhip, dat die dan wel... Ik had misschien beter het kunnen doen, want dat is een sterkere move. Maar ik denk dat als Vinewip inderdaad met nog een lead sheet, dan moeten we in ieder geval van die volop af zijn. En dat is toch wel een groot gevaar. Kijk eens aan, dat is mooi. Oké, top. Dan hoop ik in ieder geval niet dat die Magneton of de andere Pokémon die had, want hij had er 3, ook Thunderbolt heeft. Want dat zou betekenen dat ja, die eigenlijk gewoon Charmeleon in één keer kan doden. Maar wat we wel gaan doen is een lead sheet weer op deze Magnemite en dan ga ik naar... Charmeleon switchen. Oh, die heeft wel Thunderbolt. Nee, dat gaat het niet doen. dat gaat het maar even niet doen. Want... Ik wou zeggen, dan kan hij weer het HP terugkrijgen, Charmeleon. Maar als je kunt zien, kan ik misschien beter een andere Pokémon wisselen. En dat wordt dan toch Pikachu. Want gelukkig heb ik ook nog een Pikachu die een super effectieve aanval heeft op Dinnis. Op Magnemite. Oftewel Double Kick. Dus het is even puzzelen hier zo, maar ja, zo is het wel denk ik de beste manier om het nu even te spelen. Wat verdedigender en wat defensiever. Want we hebben niet echt, ja, elektriciteit is altijd een lastig type. Het heeft maar één zwarte, dat is grond. En het is overal wel, tenminste tegen veel types is het wel effectief. Dat is, zeg ik voor mij wel vaker, maar... Ja, ik denk dat Psychic, water en elektriciteit wel echt de moves zijn die overal wel redelijk effectief tegen zijn. Dus ja, zodoende. En als het goed is hij nu... Mooi, oké.
Dat is fijn. Ik wil natuurlijk het liefst zo min mogelijk Pokémon verliezen. Of ja, dood laten gaan, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het wordt lastig als de volgende Pokémon inderdaad zijn sterfte is. En dat is inderdaad een Raichu. Die ga ik wel even thunderwaven, denk ik. Ik weet niet of dat... Ik denk niet dat... Ja, dat dacht ik al. Daar was ik bang voor. Oké. Oké, dat vind ik echt wel jammer dat dat gebeurt. Maar goed, dat kan de definitie doen. Ik kan voor Thunderbolt gaan. Ik kan voor Zippy Zap gaan. Het was eigenlijk gewoon een stomme fout dat ik Thunderwave deed. Want ik had moeten weten dat dat niet effectief is op een... mogelijk is op een ding is. En nou denk ik dat hij misschien nog een keer voor de double kick gaat. Dus dan ga ik dan misschien beter even wisselen naar Ivysaur. Maar dat is niet handig. Ik moet echt Pikachu dood laten gaan, denk ik. Wil ik de beste kans maken. Even kijken. Dan gaan we denk ik gewoon nog een keer voor Thunderbolt. Want ik vond het wel aardig dat het veel schade doen. Dus dan vind ik het prima. Ook een Thunderbolt. Ik kan misschien wel naar Ivysaur kunnen wisselen. Maar ik durf het risico niet te nemen. Dus sorry Pikachu, we moeten jou echt even laten gaan. Sorry. Ik weet dat het niet leuk is. Het is ook niet mijn... voorkeur. Maar soms is het nodig. En dan kan ik nu Lead Sheet gebruiken. Dus dan zijn we sowieso, als hij raakt, gegarandeerd dat we wat HP terugkrijgen voor elke Pokémon die er eigenlijk niet nog in komt. Dus dat is altijd wel mooi. Lead Sheet raakt. En dan is denk ik toch Headbutt is sterker. Want Fire Whip is natuurlijk stat. Dus dat betekent dat je volgens mij 1,5 keer de bonus krijgt. Of 1,25. Maar het is een 40 aanval. Dus 1,5, zeg even, dat is 60. Want 40 keer 1,65. En Headbutt heeft een basis schade van 70. Dus daarom denk ik dat Headbutt wat handig is. En we kunnen sowieso nog één Thunderbolt overleven. En als hij inderdaad geen pushen gaat geven, want dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Is Raichu bij de volgende keer dat we hem raken dood. Maar ik ga ervan uit dat hij een potion gaat geven. Oh, oké. Nou, prima. Dan niet. Dan hebben we hem gewonnen. We hebben maar één Pokémon verloren, dus nou, dat kan. Ik bedoel, het is geen schande. Kan natuurlijk altijd beter. Ik bedoel, misschien dat we dit wat anders moeten doen. Maar goed, we hebben in ieder geval gewonnen. Nou, that's a shocker. You're the real deal, kid. $4000 ook, dat is ook zeker niet verkeerd. Want we kunnen goed gebruiken voor Pokéballs. Fine, then take the Thunder Badge. Kijk eens aan. Gaan we weer high five? High five met Pikachu. High five met Pikachu. Vind ik toch wel gaaf om te doen. Of om te zien. And that's not all. You're a special, kid. Take this. een handtekening. Ik denk, nou, nu krijgen we echt het beste item ooit uit het spel. Maar nee hoor. Don't worry. That's not all I'm giving you. Thunderbolt from Lieutenant Surge. Dat is nou eens een goede TM. TM36 contains the electrifying Thunderbolt. Teach it to an electric-type Pokémon for some each extra shock value. Ja, helaas hebben we dus al een Pikachu met Thunderbolt, maar goed. And a little word of advice, kid. Electric Pokémon moves are sure powerful. But remember that they'll get sucked up right by ground-type Pokémon. Those moves are useless against them. Wist het wel, maar het is ook wel waar. Wew, that match was electric. I was so blinding, I'm still seeing stars. Niet heel veel te vertellen heeft deze vent dus. Maar goed, weer een badge erbij. En wat zag ik daar nou springen? Dat was een Magikarp, dus die hadden we al een keer mee gepraat. En dan zie je dat de aflevering 25 minuten is, dus ik ga nog even door. Hey, oh wacht, dat is Misty. Sorry, dat is een bekende persoon. Oh, it's you again. Oh wow, so you beat Lieutenant Church. You must be pretty good. Glad to see you really learning a thing or two. And your Pokémon must try their best. Dankjewel. Schilt weer een Pokémon Center bezoek. Oh me, I'm going swimming in the sea. There are times when you just want to break free from a puny little pool and swim in the big blue. Where are you headed next? Have you been to Diddler's Cave? It's pretty close by. If you haven't been, I could show you the way. Want a guide? Ja, ik was er toch al van plan om toe te gaan. Great, then let's go. Oké, dit is dus de Diddler's Cave. Dat hebben we al even gezien volgens mij eerder, maar nog niet ingegaan. Dit is Diddler's Cave. Diddler dug out this cave path all on their own. Oké, see ya. Be sure to meet lots of Pokémon. Oké, nou. Zo bijzonder was het dus niet. Maar goed, dat is dus Diddler's Cave. En dan hebben we ook nog een route met allemaal trainers. Laten we hier maar ingaan. Waarom niet? Ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Well,
Albie, did you know this huge long tunnel? It was dug entirely by Diddlet. Bedankt voor de informatie hier, meneer. Maar goed, we kunnen er snel even... ten eerste natuurlijk nieuwe Pokémon vangen, dat is Diddlet. Dus dat is mooi. Ten tweede... Oh ja, moeten we natuurlijk toch met de controller weer doen. Nou, voor zo'n stomme Diddlet ga ik natuurlijk geen Great Ball gebruiken. Dus gebruik ik maar gewoon een Pokéball en hopelijk zit hij dan. Dat is mooi. Ik was ondertussen alweer één Great Ball kwijt, want die gooide ik mis, maar goed. 111 HP, ook zeker niet verkeerd. En ik moet trouwens even War Turtle voor opzetten. Want die wil ik natuurlijk trainen. It prefers dark places. It spends most of its time underground, though it may pop up in caves. Dat hebben we ook gemerkt. Dit is trouwens misschien wel een goede plek om te... Gewoon als plek, zeg maar, om te dinnissen. Oh, wacht even. Om te shiny hunten, want hier komt er hier natuurlijk alleen maar Diddlets tegen. Dus ja, de kans dat je hier snel op een goede street zit is natuurlijk... Oh, blijkbaar niet. In de echte spellen kwam je volgens mij alleen maar Diddlet tegen. Maar goed, ja. Als dat dus het geval was, dat je alleen maar Diddlet tegenkwam, dan... kon je natuurlijk snel een streak van 32 halen. Om natuurlijk kans te hebben op een shiny. Diddlet en Zubat ook niet verkeerd. Want voor mij zijn dat de enige twee met misschien Dugtrio die hier spawnen. Dus ook dat moet niet al te moeilijk zijn om daar een streak van te krijgen. Even kijken. Voor mij zijn er niet heel veel spannends aan deze tunnel. Behalve dat je natuurlijk dan... Ja. Wat is het? Een shortcut hebt. Dus een versnelling naar... Oh, pas op voor die Diddlet. Een snelle route hebt naar Pewter City is dit. Want dat is, daar zijn we nu. I've heard that there's a tunnel even darker inside than this one somewhere. Somewhere out there. Bedankt voor de info. Maar goed, dit is dus de route waar we dus ja, een paar afleveringen geleden ondertussen alweer waren aangekomen. Dit is de route met Broxen Gym, oftewel Pewter City. En hier kunnen we nog wat items halen, dus dat gaan we zeker even doen. Maar dan gaan we denk ik, even kijken hoor, dan denk ik dat ik liever weer even terug ga via de Diddlet Cave en dan die andere route waar we dus die trainers konden vechten rechts bekijken. Soren, remember me, I'm one of Professor Oak's assistants. I'm so glad I ran into you. Why don't you show a neat trick? Why don't I show you a neat trick? Actually no, it's a little too bright out here. Inside, I'll be waiting inside to show you. Whenever you're ready, Soren. Nou, ik ben benieuwd. Laat me maar een trucje zien. So, you came. Then let's get down to brass stacks. I've got something good to show you. Believe it or not, I have mastered the secret technique light up. Now, let me turn off the lights and... There, nice and dark. Now, if you calm your heart and breathe deeply... You'll be able to sense through your surroundings, no matter how dark it is. Oh yeah. See, it seems bright, even with the lights off. My team photo spreads to those around me, you see? Here, I can teach you how to do it too. Pikachu wil ook wel leren, denk ik. Huh? It seems Pikachu wants to learn it instead, Soren. What? You... And you say it already knows the secret technique chop down? I see, Professor Oak had mentioned it, but it really does seem that your Pikachu is special. Fascinating. Let me try to teach it. Here, let me turn off the lights again. Now, Pikachu, follow what I do. Calm your heart, breathe deeply, and sense your surroundings. Pikachu learned the secret technique light up. Okay. Een beetje apart hoe ze dat leren, maar okay. Your Pikachu, it really is quite wonderful. Now, use secret techniques to your heart's content. Since they're not moves, you can use them even if your Pokémon doesn't have the energy to battle. Okay. Dat is wel handig. Je hoeft dan niet per se ja, een move te vergeten om een HM of TM te leren. Of HM. You can get through the warp tunnel if you use the secret technique light up. Do you know where the warp tunnel is? You will find it if you head east from Cerulean City. Dat klopt. Dat kunnen we dus bereiken door in het boompje rechts van Cerulean City chopdown te gebruiken. Maar dat gaan we pas later doen. Hey. Oh, Soren. Did you learn how to use light up from Professor Oak's assistant too? Wah. You didn't learn it, but Pikachu did. That partner of yours really is amazing, Soren. Hey, you know what?
I actually know some place where you might be able to use it. Want me to take you there? Nee, sorry. Really? Well, okay. You're sure you'll be alright? Yeah, I want to go alone. Okay, just in case though, let me give you directions. If you head east from Cerulean City, you'll reach a place called Rock Tunnel. It's supposed to be pitch dark in there. Be careful. Sorry Blue, maar ik wil nog even deze routes snel bekijken. Eigenlijk dit routetje. En dan weer terug naar de route waar we vandaan komen voordat we Diddlet's Cave ingingen. En daar zouden we de video eindigen trouwens, want het duurt nu ongeveer al een half uur. Dat vind ik wel mooi. CP stands for Combat Power. Wow, combat! Ik heb het gevoel dat de meeste mensen wel wat nuttelozer zijn geworden in Pokémon Let's Go dan in het originele spel. People who can't use secret techniques are so cool, aren't they? Can you use them? Nee, maar met wel een Pikachu. Wat ook een soort van ons is, of wij. Wat die hele tijd aan ons vast zit geplakt. Een Leafstone, dat is mooi. Mochten we eens een Oddish vangen voor deze Let's Play. Of een... Wat is het? Oddish, een... Virtubel niet, volgens mij. Virtubel is geen in te leren. Nog eentje? Nee, volgens mij is dat de... Nou, niet de enige. Ik kan even zo snel niet uit mijn hoofd herinneren... welke Pokémon nou liefst dan nodig hebben. Volgens mij een Oddish. Of een Gloom. Naar een Velploom. Volgens mij was het hem. Volgens mij wel, maar in ieder geval. Is ook niet belangrijk. Ik zie jullie bij de volgende video. Dan zal ik aan de andere kant van de Diddlet's Cave staan. Maar daar gaan we dan verder, zodat jullie in ieder geval niks gemist hebben. Zodat we dan de trainingsstunden gaan verslaan en dan weer onze avontuur vanaf daar kunnen vervolgen. Dus voor nu hoop ik natuurlijk dat jullie deze video weer enorm leuk vonden. En dat we dat je blij bent dat we de gymleader hebben verslagen. En dat we verder kunnen met ons avontuur. Maar goed, dan rest mij in ieder geval nog één ding te doen. Dat is jullie natuurlijk super bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Dat was zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.